Wanneer je in La Roche-Honardin arriveert, kan je niet naast de ruïnes van de burcht kijken. Zij vormen een klassiek plaatje van de toeristische Ardennen, dat je al meer dan een eeuw lang ziet op postkaarten. In de 12e eeuw bouwde Henri Laveugle, graaf van Namen, midden in het Ardense woud een burcht om de passage te beschermen van handelaars die Engelse wol vervoerden naar Lombardije. In de 16e eeuw was de middeleeuwse architectuur van de burcht niet meer aangepast om te weerstaan aan kanonvuur. In de 17e eeuw werd de burcht bezet door de Fransen en volgens plannen van Vauban verbouwd. Maar hij raakte opnieuw verouderd, ging de vergetelheid in en werd overgelaten aan de braamstruiken. In 1789 staken de inwoners hem in brand en gebruikten de leisteenomwalling als steengroeven. Die praktijk ging verder tot in het begin van de 20e eeuw. Toen een spoorlijn werd aangelegd naar La Roche, besefte men onmiddellijk dat de ruïnes een groot toeristisch potentieel hadden. En dat is altijd zo gebleven. Het lijkt wel een mirakel dat ze de verschrikkelijke winter van 1944-45 overleefd hebben. Toen werd namelijk 90% van La Roche vernield door het oorlogsgeweld. En effet, ils ne sont pas tous uniquement nocturnes. S'ils ont les yeux jaunes comme celui-ci, ils seront visibles et verront très bien de jour. S'ils ont les yeux orange comme le grand-duc européen... Met 650 gram, spanwijdte van 1,20 meter, kunnen maar een leeftijd bereiken tussen de 10 en 15 jaar. Wat maakt een uil nu zo uniek is dat hij compleet geruisloos rood, rot en stinkend vlees. En als onze dier wat lang bij u blijft zitten, ja, dan weten wij allemaal genoeg. Hè. Dieren hebben een hele goede reukzin. Ze kunnen zij van op hele verre afstanden het dode vlees ruiken en weten ze perfect waar ze moeten zijn. Slechtvalken kennen wij allemaal wel. Ze zijn een van de snelste dieren ter wereld, een duikvlucht. Een horizontale vlucht is een duif sneller en op het land is de cheetah een van de snelste. De wind. Als een vogel zoals deze de wind in de rug heeft, gaat hij een neerwaartse lift krijgen waardoor dat hij het heel moeilijk heeft te vliegen. Il y a beaucoup de vent au château, ce qui est compliqué pour nos oiseaux. Ils ont donc du mal à voler correctement. Als een vogel zoals deze de wind van voren krijgt hij als het ware een lift, waardoor hij veel makkelijker omhoog kan springen. Een vogel als deze heeft dan ook een gewicht van rond de 4 kilo en een spanwijdte van 2 meter. Voor de jacht. Ook wat zo'n vogel als deze kan vangen, is dan ook een jonge ree. Arenden zoals deze kunnen hele grote leeftijden bereiken. Zo kan hij bijvoorbeeld een leeftijd bereiken tot wel 60 jaar. Dan is het echt wel een kameraadje voor het leven. Als zo'n vogel als deze dan heel hoog in de wolken aan het zweven is, kan hij ook veel beter zien dan ons mensen. Zo kan hij bijvoorbeeld 8 keer beter zien dan ons. We zeggen als wij een muis zien lopen, ze zien de muis ongeveer 8 keer groter dan ons. Vandaag de dag toont het bezoek aan de ruïnes nog wel de macht die de burcht ooit uitstraalde.
Ontdek deze middeleeuwse vesting, die schittert op de uitstekende rots van Diester. Het gebouw met zijn kerkers en schietgaten dompelt je helemaal onder in de middeleeuwse sfeer. Zowel inwoners als bezoekers komen aan hun trekken. Een valkerijshow, een klank- en lichtspektakel over het spook Berthe of een middeleeuws weekend.